Natuurlijk werd ieder deurtje naar Katrina's hart jaloers bewaakt door een grote groep dorpse bewonderaars. Maar Ikebot was zelfverzekerd. Hij zou het makkelijk winnen van deze simpele plattelandszielen. De grootste hindernis zag de schoolmeester echter over het hoofd. Dat was de beroemde Brom Boon zelf. Maar het gemak waarmee Brom zich ontdeed van zijn rivalen was tegelijk een lust voor en een doorn in het oog van Katrina. En ze hoopte heimelijk op een aanbidder die het wel aandurfde om openlijk met Brom de strijd aan te gaan. Man was gezwicht voor de concurrentie, maakt liefde blind. En Ikebot zag alleen maar dat vrouwen Fortuna eindelijk op zijn deur stond te roffelen.